Brabantmuseum Oud-Oosterhout is klaar voor een nieuw seizoen. Met onder meer nieuwe miniatuurhuisjes en nieuwe collectors items. Goedemiddag. Wie bent u en wat doen we precies hier? Ik ben Pieter Schuur. Ik ben voorzitter van het Brabantmuseum Oud-Oosterhout. En naast me staat Marja Fik, die is conservator en die doet de PR voor het museum. En wat, waar zijn we precies? Wat is dit voor iets? Ja, dit is het stadje Oosterhout rond 1900. En hier staan 250 miniaturen die allemaal nagebouwd zijn door onze vrijwilligers. Alles wat hier staat is door vrijwilligers gebouwd. En wij zijn ook nog steeds aan het uitbreiden, dus elk jaar komen er weer een paar miniaturen bij. Is het elk jaar weer een verrassing? Of? Nou, het is geen verrassing. Er wordt wel over gepraat welke miniaturen. En we zijn de afgelopen jaren zijn we bezig met het Klein de Heuvel. En dat is bijna hebben we daar alle miniaturen van rond. Maar dat moeten we misschien zo even kijken. Wat doet u hier precies? Nou, ik ben conservator in het museum en ik doe heel veel aan de PR en de communicatie. En het is daarom wel leuk om te vertellen, omdat ik conservator ben, om te vertellen waar we hier precies zijn. We zijn hier namelijk op de route die Napoleon reed van Parijs naar Amsterdam. En die kwam op deze plek, precies op de Bredaseweg, kwam hij Oosterhout binnen. En dan reed hij verder via de Arendstraat en de Kerkstraat en de Markt. En die route hebben wij hier in het park nagebouwd. Heel bijzonder. Ja, dat is een stukje historie. Dat is leuk om te vertellen en ook om te beleven als een bezoeker hier binnenkomt. Ja. En wat voor mensen komen hier precies? Nou, er komen mensen van zeg maar van 4 tot 90. Want iedereen heeft het hier naar zijn zin. Vooral oudere mensen, voor hen is het een feest van herkenning natuurlijk. We hebben veel busondernemingen die komen hier op bezoek. En die komen hier dan binnen en zeggen, oh ja, dat heb ik ook nog gehad. Zo'n oude wasmachine of een oude tv. En zoals ik al zei, een feest van herkenning. En de kinderen, ja, die zien die kleine huisjes. Het is toch een soort van een klein Madurodam. En die kijken dan naar die huisjes, die kijken naar die etalages, wat er in de etalages ligt. En ze kunnen boven, binnen in het museum, kunnen ze op al lekknopjes drukken. Ze vinden het ook heel erg leuk om te zien. Zeker. En hoe lang doen jullie erover om zo'n huisje bijvoorbeeld te maken? Nou, dat varieert. We staan hier, dat zie je nu niet in beeld, maar dat kun je direct nog in beeld brengen. Staan we bij het miniatuur van de Gekroonde Bel. Het is een nieuw gebouwd miniatuur van de bierbrouwerij de Gekroonde Bel van de familie Smits. En dat heeft ook wel zeker een jaar geduurd voordat die helemaal af was. Want het wordt minutieus tot in de kleinste details nagebouwd. Ook de grote kerk. De grote Sint-Janskerk, ja, als je die details ziet, dat is ontzettend veel werk. Super gedetailleerd. Ja, het is timmermanswerk, meubelbouw, een combinatie van schilderwerk komt er natuurlijk heel veel bij kijken. Tekenwerk, want in de grote kerk in de Sint-Jan, daar heb je de glas- en joodramen. Die verbeelden ook de geschiedenis van Oosterhout. Daar staat ook het verhaal van Napoleon in een van de ramen nagetekend. Die hebben wij ook, een van onze vrijwilligers, heeft die helemaal precies nagetekend. Dus iemand die als hobby modeldingetjes maakt, zou die kunnen namaken? Ja, we zoeken nog steeds vrijwilligers, want die mensen die hebben we eigenlijk te weinig. We hebben wel mensen die van alles kunnen hier, maar dit is toch specialistisch werk. Dus om dit te kunnen bouwen, moet je wel in elk geval wat ervaring hebben in timmerwerk. En mochten mensen dit nu zien en denken van dat vind ik leuk, die mensen kunnen zich altijd bij ons melden. Heel graag. En waar bent u het meest trots op? Nou, ik ben sowieso trots natuurlijk op deze 250 miniaturen. Dat heeft Marja al gezegd. Maar we hebben ook een museum binnen, waar ook heel veel leuke spullen staan uit begin 1900. Onlangs hebben we het doopjurkje van het mooie Keetje mogen hier tentoonstellen. Nou, daar zijn we al heel erg trots op. Maar binnen hebben we ook nog heel veel andere mooie dingen, de drukkerij, we hebben de vier seizoenen die we hebben nagemaakt, een woonkamer. Kortom, het is te veel om op te noemen, dus ik zou tegen iedereen willen zeggen, kom alsjeblieft kijken, want het is hier ontzettend leuk. Weet u ook hoeveel miniaturdingetjes hier precies staan, exact? Nou, exact, we zeggen hier altijd ongeveer 250, en ja maar binnen, want elk artikel is beschreven wat we binnen hebben staan.
Nou, dat zijn er wel een paar duizend bij elkaar. Dus er is dus echt heel veel mooie dingen te zien van rond 1900. Families kunnen hier wel een middagje op een dagje komen. Ja, dat is natuurlijk... We hebben hier heel vaak opa's en oma's die met de kleinkinderen komen. En voor beide is het hier een ontzettend leuk museum. En er zijn ook mensen die hun familiedag hier vieren. Dus dan ben je bijvoorbeeld jarig en dan nodig je 30 mensen uit of zo. En dan kom je hier lekker op het museum. En je krijgt je koffie en thee en je kan van alles bekijken en van alles doen. Voor iedereen is er wat te doen. Komen hier veel schoolkinderen? Ja, we hebben een project voor scholen. En dat heet Jet en Jan. En die scholen die hebben een lesbrief. En aan de hand van die lesbrief bereidt de leerkracht de lessen in de les voor. En dan komen ze, nadat die voorbereidingen in de klas zijn geweest, komen ze hier op bezoek. En dan ervaren de kinderen hoe het leven was van Jet en Jan in 1900. We staan hier bij heuvel nummer 3. Wat is dat precies? Ja, dat is heel lang Café Flora geweest. Zo staat het in Oosterhout wel bekend. Tegenwoordig zit er een Indisch restaurant zit erin. Het ziet er zo klein uit, maar ik denk dat heel veel Oosterhouters daar op het terras hebben gezeten. Nou, ik heb het wel weer gezien. Ik blijf hier nog even hangen. Tot de volgende keer.